Warmtekrachtkoppelingen hebben in diverse sectoren al hun nut bewezen. In de tuinbouwsector, die erg energieintensief is, is het gebruik van een WKK al jaren ingeburgerd. Ook Varigro, een serrebedrijf uit het West-Vlaamse Oost-Rozebeke, plukt er al jaren de vruchten van. Over 10 jaar was de olie duur. Wij verwarmen met zware olie. Dat was vrij duur om het jaar rond tomaten te kweken. In de winter was dat niet meer rendabel. Dus moesten wij naar een alternatief zoeken. Wij zijn naar WKK gegaan omwille van CO2 dat we krijgen. We hebben warmte en elektriciteit die we kunnen gebruiken op bedrijf. En datgene dat we te veel hebben, wordt op net gestuurd. De ervaringen met de WKK zijn vrij goed. Het is een propere energiebron. Dus naar uitstoot toe weinig of niets, want de rookgassen worden gezuiverd. Varigro besliste in 2018 om zijn bestaande installatie te vernieuwen. Het ging daarvoor opnieuw in zee met Cummins, een van de grootste producenten ter wereld van verbrandingsmotoren, generatoren en WKK-installaties. Nu moeten wij 10 jaar een nieuwe motor plaatsen. En omdat die installatie van Cummins, de rondhulpelementen er allemaal al staan, is het ideaal om terug met Cummins te werken, omdat de kostprijs dan ook gevoelig daalt. Wanneer wij problemen hebben binnen de 3-4 uur, zijn ze hier op bedrijf aanwezig. Ze doen wat ze kunnen om die motor weer aan de praat te krijgen en altijd volop kunnen kweken met voldoende warmte. Het serrebedrijf geniet nu van een wereldprimeur. Cummins ontwikkelde een nieuw type WKK met een volledig nieuwe motor. De installatie in Oost-Rozebeke is de eerste ter wereld die in een industriële omgeving werd geplaatst. Deze WKK-installatie werd gebouwd rond de nieuwe 2 megawatt gasmotor van Cummins. Deze motor die heeft een elektrisch rendement van 44,2%. In deze toepassing een totaal rendement van boven de 100%. De klant kan met deze betrouwbare energiebron gebruik maken om zijn eigen energiebehoeften op een flexibele manier in te vullen. Elektriciteit voor zijn verlichting, CO2 en natuurlijk warm water. Maar dankzij zijn warmtebuffer kan hij ook inspelen op de variërende energiemarkt en kan hij ook net ondersteunend werken. Het ontwikkelen en op punt stellen van de nieuwe motor nam ruim 5 jaar tijd in beslag. Doordat hij zelflerend is, zal de WKK een nog hogere efficiëntie bereiken dan de reeds bestaande rendementen. Een specifieke eigenschap van deze motor is inderdaad dat deze zelflerend is. Dat houdt in dat hij een hogere tolerantie heeft ten opzichte van aardgaskwaliteiten en omgevingsfactoren. Dankzij een continue meting op de uitlaatgassen zorgen wij er ook voor dat de levensduur van deze installatie verlengd wordt. Cummins zorgt in dit geval ook voor het onderhoud, het preventieve en curatieve onderhoud. Dit is van hoogst belang voor de volledige levensduur van de motor. Door hoogopgeleide techniekers en specialisten in een 24/7 systeem kunnen wij ervoor zorgen dat de installatie continu blijft draaien en dat de downtime beperkt blijft, zodat het ten goede komt aan de volledige rentabiliteit van de installatie.